Was het? Oh, heel spannend hoor. Spannend. Waar zijn ze? Waar zijn ze? Hier vieren we Halloween Horror Town. Het is onze vierde editie dit jaar, waarbij we 4 dagen lang 2 spookhuizen aanbieden aan het publiek als entertainment. We zijn hier bezig met Halloween Horror Nights. Dat is een event voor mensen die van Halloween houden. We hebben een spookdome en we hebben eten, drinken en allemaal gerelateerde items die te maken hebben met Halloween. Waarom we dit doen? Ja, omdat Halloween eigenlijk een begrip begint te worden in Suriname. 4 jaar geleden ben ik begonnen hiermee en het is steeds verder gebloeid. En we zien dat het echt overwaait nu en dat er los van feestjes, Halloween was meestal een feestje waar ze dansen en dat was het, dat we nu echt inhoud geven wat we hier kunnen doen met Halloween. In Suriname hebben we niet echt aspecten zoals pretparken, en andere entertainments en dat soort dingen. Dus we wilden zeg maar een andere type entertainment brengen naar Suriname. Misschien iets dat een beetje taboe is, maar we zijn niet bang voor dat soort dingen om te organiseren. Je moet een beetje uit je comfortzone kunnen gaan en dingen uitproberen, dus daarom doen we het eigenlijk. Wat het zo druk? Omdat mensen belangstelling hebben voor Halloween. Ze zoeken die trill, ze willen dat schrik-effect krijgen. In Suriname hebben we geen trick-or-treat dat we langs mensen hun huizen gaan en dat soort dingen. We hebben geen Halloween feestjes die openlijk gevierd worden. Dus
het feit dat er een evenement is dat solely gericht is daarop, denk ik dat men dat wakker maakt van, oh, oké, dan kom, laat me even kijken hoe het eraan toe gaat bij een Halloween feestje. Hoe een Halloween pretpark eruit ziet. Ah! Oh my god, dit is echt maar. Dit is echt eng! Ik ga het niet meer doen, ik ga het niet meer doen. Laat me je zeggen, luister. Laat me je even zeggen, ik heel veel. Maar hoe vind ik dat? Ik heb het niet voor me. Ik heb het niet voor me. Chat. Je moet één klap maken. Hoe was het? Hoe was het? En? Hoe was het? Goed. Het was wel redelijk eng, maar we zijn geslaagd. We hebben dit jaar gekozen voor 2 Surinaamse spoken, maar we zien ook dat omdat het heel dicht bij huis is, dat mensen daar ook heel erg bang van worden. Dus daarom hebben we dat een beetje oppervlakkig gehouden. Maar ja, het is er wel. Maar het wordt ook heel snel met afgoderij en dergelijke gezet, terwijl het niet zo hoeft te zijn. Halloween zelf is bijna een christelijk feest. Dat komt van Hallows Eve, wat een Keltisch feest is. Maar als je mensen dat uitlegt, zeggen ze, oh, wat praat hij nou eigenlijk? Maar verdiep je erin, kijk wat het is eigenlijk. En dan zie je ook wat het inhoudt. Dat het duivels is en dat soort dingen kan ik begrijpen, maar het is ook een evenement die gewoon gericht is op, zeg maar, het pret hebben, het verkleden, het mensen bang maken, want je hoeft niet veel te doen om mensen bang te maken. Je hoeft niet in een duivelse kleding te komen om mensen bang te maken. Je kan ook gewoon een paar sneetjes hebben in je gezicht en dingen en dan mensen zijn al bang. Dus het hoeft niet per speciaal, zeg maar, daarop gericht te zijn qua dat het duivels is en dat soort dingen. Zolang het eng is, vindt men het al goed genoeg om gescared te worden en dat soort dingen. Hey! Hoe was het? Leuk. Got me a few times, maar het was wel leuk. Ik heb hoofdpijn. Ik heb hoofdpijn. Ik heb hoofdpijn. Die lichten. Hey. Nou, meneer, schuldig. Die lichten. Nee, ze van nergens ook komen zo lichten. Oh, was dat spooky. Ja, they got you. Hoor mee. Oh, dat is goed. Oh, dat is goed. Ik moet slapen vanavond. Oh, jawel. Ja, hoor, zeker. Ja, dat wel. Het is niet zo scary. Het was wel, maar mijn ziel is sterk. Hier achter me hebben we EHBO, we noemen het mortuarium. We noemen het mortuarium, we hebben EHBO en we hebben onze ambulances ook on standby als het ware. Want we zijn bekend met het evenement, we weten dat mensen flauw vallen. We weten dat er dingen kunnen gebeuren tijdens het evenement. Dus daarover zijn we helemaal, we zijn voorbereid als het ware. De ambulances, dat is gewoon verplicht en ook gewoon voor de veiligheid. Een verplichting van onze organisatie en ook van de vergunninghouders. Dat als er wat gebeurt, als iemand onwel wordt of als er wat kan gebeuren met binnen in het spookhuis. Dat er direct een ambulance aanwezig is met 7 zusters en 1 dokter volgens mij. Dat ze ook direct kunnen uitrijden regelrecht naar een ziekenhuis. Thank you.
eng. En alleen dat kan ik zeggen. Het was interessant. Voor mij was het gezellig, voor hun meer eng, zou ik zeggen. Waar onze eigen spoken, natuurlijk kunnen ze die lippen en die bakroe ook brengen. Ik heb volgens mij wel een bakroe binnen gezien, maar ze mogen meer brengen naar buiten. Dus dit is slechts het begin en kan groter en groter en groter worden. Yeah!